Goeiedag kijkers, welkom bij een nieuwe en ook de laatste aflevering van In Gesprek Met voor het jaar 2022. Deze uitzending wordt een wildcard uitzending. Ik ga geen namen noemen wie ik ga interviewen, het is een verrassing, er zijn verschillende mensen. Alleen maar zodat u op de punt van uw stoel blijft zitten om verder naar deze uitzending te kijken. Kijkt u mee. Mijn eerste gast voor vandaag is de heer Patrick Healy, CEO van VSH United Suriname. Mensen zich afvragen, wat houdt VSH United precies in? Want men ziet zoveel delen, onderdelen, verdelingen. Dus misschien kunt u de samenleving een beetje inlichten wat VSH United precies doet. Oké, ik mag met heel trots alvast meegeven dat we volgend jaar onze 65-jarige anniversary bestaan gaan vieren in Suriname. Het bedrijf is opgericht in 1958. Ondertussen is het een uitgegroeid tot een bedrijf met als belangrijke thuismarkt Suriname. En we hebben nu een strategie ontwikkeld dat we ook eigenlijk Guyana en Suriname in de toekomst willen ontwikkelen tot onze thuismarkt. Having said that, we zijn als holdingstructuur, VSH Holding, waar ik de CEO van ben, onder die paraplu zijn er een aantal segmenten. Logistiek is een van ze, dat zijn 8 bedrijven. De tradingsactiviteiten in veiligheidsattributen, office equipment, manufacturing, heel belangrijk, VSH Foods, CIC. Real estate, waar het tot voor kort is onze real estate segment hoofdzakelijk geweest om real estate gebouwen, infrastructuur te ontwikkelen ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten. We zitten nu wel op het moment waarbij commercial real estate, zeker voor de nieuwe ontwikkelingen Suriname en Guyana, een iets is dat we ook willen gaan ontwikkelen, dus dat we ook gebouwen, infrastructuur bouwen om te verhuren aan derden. En ook nogmaals in de eerste instantie om onze eigen bedrijvigheid te ondersteunen. Als services en investment zijn we goed geïnvesteerd in een aantal Surinaamse bedrijven, waaronder Asuria, Torarica. En hebben we in Nederland ook al ondertussen een business unit opgezet, een soort holdingstructuur, waarbij we daar ook uitkijken naar investeringen buiten Suriname. En daar zitten we in een partnership, bijvoorbeeld met een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in software development tools, hoofdzakelijk voor de logistieke sector. Ja, ik heb eerder al gezegd, Guyana is onze uitbreidingsmarkt, als je het zo wil zeggen, maar we zitten al sinds 2002 in Miami en in 2017 hebben we in Nederland ook een bedrijf gekocht in Moerdijk. En ja, het Guyana verhaal, we zijn er al sinds 2015. Dus ondertussen is VSH met bijkans 450 mensen actief in 4 landen. En we kijken uit naar de groeimogelijkheden van wat wij hebben betiteld in ons jaarverslag 2021 als de New Economy. Waarom een New Economy? Ja, Suriname en Guyana hebben olie gevonden voor de kust. Heel belangrijk. Maar nog belangrijker, het feit is dat we nu wel in een aantal jaren in een recessieperiode zitten. Maar de recessieperiode heeft er naartoe geleid, dus dat de overheid en belangrijke delen van de private sector gezamenlijk moeten werken met de externe partij, in dit geval de IMF, om te proberen het economie te herstellen en om wederom een groeiland op te zetten. Dus de combinatie van offshore development en een systematische aanpak van een verbeteringstraject van onze economie, dat zien wij
als bedrijf, als de new economy. En dat willen we dan met de bedrijven die we hebben in de landen waar we zijn, willen we heel graag verder een bijdrage leveren aan niet alleen de ontwikkeling van de VSH. Ons personeelsbestand, heel belangrijk. Factor mens is voor ons key if we want to succeed. En meedoen aan de groei van Suriname. En wat ik eerder al zei, gezamenlijk ook met Guyana, is voor ons wel het strategie voor de komende 6 jaar. Ik heb een interessante vraag. Wat verstaat die afkorte VSH? Verenigde Surinaamse, ik moet het ook even spieken, want het is in het Engels en het is in het Nederlands. Maar we zeggen Verenigde Surinaamse Holding en in het Engels United Suriname Holding Company, dus VSH. We weten en we zijn ervan bewust dat het een vrij lange naam is, maar dat is van het verleden zo moeilijk te veranderen, vandaar VSH. Maar we hebben een paar jaar geleden zijn we al met de branding begonnen, bijvoorbeeld bij VSH Scheepvaart mee, om het te maken, VSH Shipping, VSH Transport mee, United Suriname Transport Company, om het nu gewoon te maken, VSH Transport. Dus dat zijn een paar voorbeelden. In het verleden was het ook margarine- en vettenfabriek. Dat mag je niet zeggen meer deze dagen, dus het heet nu VSH Foods. In dit traject zijn we heel bewust van een belangrijke branding. En VSH zeker, als VSH is het wel een bekend merk waaraan we gaan vasthouden, moving forward. Maar we moeten best wel kijken om het een beetje slimmer en klantvriendelijker te kunnen presenteren aan de wereld. Maar VSH is Verenigde Surinaamse Holding mee, daarvoor staat dat. Heel mooi, heel mooi. We zijn bijna aan het eind van 2022. Hoe was het jaar 2022 voor VSH United zelf? We're just crawling out of the pandemic. Wat ik eerder zei, een van de belangrijke segmenten is logistiek. We zitten met 4, 5 bedrijven in Suriname, waaronder 3 agentschapbedrijven. Een terminalhavenbedrijf, by the way, een terminalhavenbedrijf die ook diensten levert aan de offshore industrie en heel veel custom brokerage werk doet. Waarom 3 agentschapbedrijven? Omdat de 3 agentschapbedrijven vertegenwoordigen verschillende rederijen dat compete against each other. Dus ze moeten hun eigen vertegenwoordiging hebben in het land. En dat hebben we dus over jaren heen opgezet. Verder is er VSH Labor Services, heel belangrijk. Is de pool van arbeiders die we gebruiken op de haven, gespecialiseerde krachten, getraind in veilig werken. Maar ook het gebruik van de equipment die we allemaal daar hebben, valt allemaal onder de trainingsaspect van ons personeel. Ja, daar heeft de haven daadwerkelijk een flinke achteruitgang meegemaakt in de ladingafhandeling. De containervolume is drastisch afgenomen. Maar nogmaals, de diversity van de VSH en ook in het logistiek segment heeft ervoor gezorgd dat we bijvoorbeeld met onze douanebemiddelingsactiviteiten eigenlijk meer business to business voor de mining industrie en voor de dienstverlening richting offshore industrie, dat we dus toch een stukje revenue hebben kunnen genereren, dat die segment zichzelf toch wel winstgevend heeft kunnen houden. En dat we dus ons verder ready maken voor, wat ik eerder zei, de new economy. Manufacturing is CIC en food zijn heel goed bezig geweest met hun verdere product development. Het mooie voorbeeld is het nieuwe warehousecomplex, kantoorgebouw van CIC, Industrieweg, Saramaca-kanaal. En bij foods zien we een enorme groei in de export. Beide bedrijven exporteren naar bijkans 14 landen in de regio. We leveren een kwaliteit goed product voor de Surinaamse markt. De Surinaamse consument eist lekker eten. Dus je moet goede boter en margarine erbij hebben. En we houden van schone dingen. Dus we hebben ook de beste producten om niet alleen je kleding, maar ook je huis spik en span te houden.
Zeker voor de feestdagen, wanneer de gasten komen uit Nederland, dat alles aan het brengen. Daarmee zeg, bij trading is het ook erg business to business gefocust op de mining industrie. In Guyana zitten we ook zwaar in de oil en gas met onze veiligheidsattributen. Office equipment, dat is ook heel goede moderne printers, kopieermachines om dus de growing industrie, het capaciteitsversterkingstraject van land Suriname te ondersteunen. Niet alleen met veiligheidsattributen, maar ook met moderne office equipment. In die zin hebben we een goed jaar achter de rug, mogen we zeggen. En ja, het blijft moeilijk met de recessie om ons heen. We zijn er heel degelijk bewust van. We hebben een meerjarenbeleid, een nieuw meerjarenbeleid zijn we ingegaan in 2022 tot 2027. En dat houdt in daadwerkelijk het nieuw economie gedachte. En heel bewust van de nieuwe economie, wat ik eerder zei, je krijgt een nieuwe industrie die zich gaat ontwikkelen om ons heen, offshore. We hebben de ervaring in Guyana, factor mens, ons personeel, ons team. Daar moeten we constant in investeren. Niet alleen in de persoonlijke ontwikkelingen van de personen, maar ook met de tools die ze aandragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zwaar hebben geïnvesteerd in moderne geautomatiseerde systemen. Bijvoorbeeld op de haven. We hebben nieuwe havenkranen aangeschaft voor het efficiënter en moderner omgaan met de cargodiensten die we leveren. CIC, wederom goed voorbeeld. Moderne opslag, moderne kantoor. Bij Foods, idem dito, nieuwe productielijnen, moderne productielijnen om de productie zo efficiënt mogelijk te maken en ook daar grotere stappen nemen in de nabije toekomst. Om de werkklimaat, de werksfeer, de tool, de mensfactor, mens in de organisatie te versterken. Als je het niet doet en er komt daadwerkelijk de nieuwe economie, ga je in een environment belanden waarbij daadwerkelijk iedereen gaat rondkijken, maar wie is er? Dan gaat personeel gaat sowieso de gelegenheid krijgen. Krijgen om rondom te kijken wat meer is er in de markt. We moeten erop toezien dat we een werkklimaat creëren die waar men met plezier 's morgens opstaat en zegt, ay, megoroko, megwa VSH. En op alle niveaus. En dat houdt in dus dat we daadwerkelijk in onze meerjarenstrategie in de komende periode heel veel zullen investeren in het factor mens. En nogmaals, om onze organisatie ready te maken voor wanneer we uit de recessie heen komen, nummer 1. Maar dat we ook ready zijn voor de nieuwe opportunities van de offshore development. Ja, kijkers, wat ik aangaf, we hebben een verrassingsuitzending met verschillende gasten. Mijn volgende gast is niemand minder dan mevrouw Kathleen Healy, die eerder in het jaar al zag in het nieuws in verband met het 55-jarig bestaan van CIC. Ook aan u, mevrouw Healy, welkom in gesprek met. Dank je, welkom, ook kijkers, welkom. Oké, we gaan gelijk met de deuren huis vallen. We zijn bijna aan het eind van het jaar. Ik weet dat een van de hoogtepunten van CIC was het 55-jarig bestaan te kunnen herdenken en ook jullie nieuwe gebouw te kunnen openen. Hoe was het jaar verder van 2022 voor CIC? Het jaar voor CIC is, ik denk voor vele bedrijven, niet alleen bedrijven, maar ook mensen in de wereld, very challenging geweest. Maar ook met de challenges komen gewoon veel opportunities ook. Vaak genoeg zijn we gefocust op de challenges. We hebben gekozen als bedrijf om te kijken naar welke kansen komen naar voren bij deze challenges. En daar hebben we goed gebruik van gemaakt. Echt maximize the opportunities. En daar in de bosse energie gezet. Dus we sluiten het jaar positief af. We hebben onze hoofddoelen bereikt. Met alles wat is gebeurd in het jaar, hebben we nog steeds gezegd, er zijn meerdere wegen naar Rome. Dus we're still gonna go for it. Ander pad bewandelen. Zij passie, boro passie. Maar we komen er wel.
En dan mogen we met trots zeggen dat we er zijn gekomen. Dus al met al mogen we met trots kijken naar 2022. Iets minder dan een maand geleden zijn jullie verhuisd gedeeltelijk naar jullie nieuw gebouw. En het ziet er ook helemaal anders uit. Er is een winkelunit, mensen kunnen daar terecht. Want je hebt mensen die klagen over de prijs in de winkels. En ik heb sowieso begrepen dat het 20% goedkoper is bij jullie. Of het is een aantal percentages goedkoper is bij jullie. Waarom ook voor zo'n strategie? Dat mensen gewoon zelf bij de fabriek zelf gewoon producten kunnen kopen in plaats van gewoon bij de winkel. Nou, de verkoopunit was er altijd al. Hij was op de andere locatie, alleen was hij minder bekend. Nu is hij op een hoek. Veel meer mensen zien het. De verkoopunit verkoopt onze producten, de grote inhoudsmaten, tegen de affabrieksprijs. Dus vandaar dat hij wat goedkoper is. Natuurlijk moet je de moeite wel doen om te gaan naar daar. De hoofdreden waarom we de verkoopunit in het leven hebben geroepen in het verleden was voor de buurt. We wonen met onze buren daar, we werken daar en ja, mensen van de buurt die willen graag ook een voordeel hebben dat CIC in hun straat is of een buur is van hun. Dus dit was toen een leuke manier om te zeggen, hey, je kan even de straat oversteken en je kan jouw producten kopen, de Sun of Ozon producten, de producten die je nodig hebt om schoon te maken, kan je bij ons langskomen, je hoeft niet kartongewijs te kopen, je kan ook individuele verpakkingen kopen. Dus eigenlijk wel de grotere inhoudsmaten. En dat is verder uitgelopen, groter geworden. Meer en meer mensen kwamen van verder en verder. En we merken het vooral in de iets wat moeilijkere tijden, wanneer de prijzen inderdaad de lucht ingaan, dat de mensen toch wel de moeite willen nemen om in hun auto te stappen, of in de bus te gaan of onderweg van A naar B even te stoppen om hun maandelijkse boodschappen te doen aan schoonmaakmiddelen. Dus dat blijven we doen en het gaat goed. Ik denk het personeel die is hartstikke enthousiast voor de nieuwe omgeving. Ook personeel van CIC Production, dus het oud gebouw, die zijn hartstikke enthousiast dat ze nog meer ruimte hebben, dat we de productie kunnen uitbreiden. Het was echt inderdaad een much needed highlight voor ons bedrijf. Met alle challenges dat we de afgelopen paar jaar hebben meegemaakt als mens. Veel veranderingen, niet altijd in positieve sfeer. Leven is ontwricht. Zoveel dingen zijn gebeurd dat een impact hebben gehad op mensen hun leven. En dit is een van de dingen die dus wel positieve impact heeft gehad op sowieso de medewerkers van het bedrijf. Dus daar zijn we blij om. Over veranderingen gesproken, door de jaren heen hebben jullie je producten elke keer geprobeerd te vernieuwen. En die zijn altijd ook in goede aarde gevallen. Maar we gaan de mensen hun mind een beetje refreshen. Wat kan men allemaal vinden bij CIC? Wat kunnen we vinden? Eigenlijk compleet assortiment, dus Ozon, compleet assortiment om for all your cleaning needs, voor je huis. Als het nou kleren wassen is, wil je liever vloeibaar zeep of waspoeder, ben je traditioneel meer waspoeder gericht, wasverzachter, voor die ensuite smeri daarna en zo, lekker zacht je kleren, niet zo lang te strijken. Vaatafwasmiddelen uiteraard, de 6-in-1, dat is zo niet te missen in elk huishouden. Spray en wipe, bleach, tropical bush, ik denk misschien sommige producten waarbij niet iedereen stilstaat dat wij dat ook produceren, Lysol Black Disinfectant. Die maken wij, die Tropical Bush, die produceren wij. Cleanol, die produceren wij. Ons Sun assortiment. Ja, we zitten intussen al boven de 100 artikelen dat we zelf produceren in Sweetie Sranang met onze eigen Sranamangs. En ja, je hebt gelijk. We blijven innoveren, we blijven niet stilstaan. We blijven verder gaan. Deze industrie is gewoon dynamisch. Dus we moeten levendig blijven en alert blijven. Blijven innoveren, nieuwe producten op de markt zetten. Packaging updates doen, maar meer nog, behalve dat de industrie dat van ons vraagt, wij als team, als CIC'ers, willen dat ook. We vinden het ook gewoon fijn om dynamisch te zijn en blijven te veranderen. En ja, we don't want to get bored en iedere keer hetzelfde maar doen. So we keep it exciting. En dat doen we, een van de manieren hoe we dat doen is door productinnovatie on top of it te blijven. In mijn eerder gesprek met meneer Healy gaf hij aan, Suriname komt een beetje uit de kleine dal van de recessie. En aangezien jullie ook een productiebedrijf zijn, waren jullie ook genoodzaakt om elke keer jullie prijzen aan te passen, gezien
jullie exporteren, maar ook dat alles ook draait om de US dollars, waar jullie dat ook genoodzaakt te doen, want niemand had een keuze, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik denk wat anders is geweest dit jaar, we hebben het geprobeerd zoveel als mogelijk zelf te incasseren. De verhoogde koers die direct een impact heeft op de grondhulpstoffen die we moeten halen uit het buitenland. Dat was een beetje modus operandum in Suriname produceren. Elk jaar wel heb je wat fluctuaties in de koers. Dus dat is iets wat we wel aankunnen. En ik denk de gemeenschap, alhoewel het zwaar is, we can handle it. Maar wat in 2022 is gebeurd, is dat de wereld in een recessie ging. Of global inflation was. Waarbij dat grond- en hulpstoffenprijzen, vooral na de aankondiging van de oorlog in Oekraïne, dat de wereld gewoon op zijn kop sloeg. En prijzen niet alleen van scheepvaart of handling, maar ook gewoon producten zelf, grond- en hulpstoffen, gewoon de schaarste was van een heleboel. Waardoor ja, vraag en aanbod, waardoor de prijzen gewoon de lucht in gingen. En dat was very challenging voor ons als bedrijf om en die kosten te incasseren en wat er in Suriname gebeurde met instabiliteit van de koers, om die kosten te incasseren. Ja, we exporteren. En dat helpt absoluut. Ik denk dat is ook een van de redenen waarom wij als bedrijf toch wel sommige kosten wel degelijk kunnen incasseren, maar tot een bepaald moment. En daarna lukt het niet meer. Uiteindelijk moeten we verder groeien. Surinamers willen ook graag dat CIC verder uitbreidt. Ze willen meer producten zien van CIC. Ze willen ander soort producten zien van CIC. En ja, dat moet allemaal gefinancierd worden. Dus we try to keep it as best as we can, manage it as best as we can. Maar het hebben we niet vaak niet in de hand. En met die investering, ik hoop ook dat de Surinaamse gemeenschap het zelf ook ervaart. Dat ja, de prijzen gaan omhoog van onze producten. Maar ze zien ook weer terug in de markt dat het assortiment wordt uitgebreid. Er komen nieuwe geuren erbij, andere type producten erbij. Met trots, dat vertel ik aan jou voor het eerst. Dat hebben we nog niet bekendgemaakt, maar dat zal ik hier doen. Deze maand, of volgens mij deze week, lanceren we een nieuw merk, Supro. En voor degene, de Stofutu's, de iets wat oudere generatie, kent Supro, het merk Supro. Het was een heel groot merk in de tijd, in de jaren 80 en 90 jaren. En jaren niet meer gezien op de schappen, omdat we toen hebben gezegd, we gaan ons concentreren op ons Ozon en Sun merk. En nu hebben we Supro weer leven ingeblazen. En we hebben deze week lanceren we ons eerste product erin, dat is brandspiritus. Daarna gaan we nog uitbreiden met car shampoo en heavy duty degreaser. Dus we gaan het uitbreiden in de komende maand. Zullen de gemeenschap ook wel zien dat we ook in andere industrieën gaan. Zodat we ook aan die behoeften kunnen voldoen. Dus it's going back into the community. CIC groeit, er is meer werkgelegenheid. Er is meer opportunity, niet alleen voor ons als bedrijf, maar gewoon als land. Om Suriname nog beter naar buiten te brengen en ook te zien dat we meer zijn. Dan alleen ja, negatieve dingen in het nieuws komen. We're so much more. Ja, want ik was weliswaar jonger, maar ik ken Supro wel. Ja. Afwasmiddel, zelfs window cleaner, voordat er Wendola was, was het Supro. Dus dat is tenminste goed nieuws. Afwas gefeliciteerd. En ook nog een andere felicitatie, want ik weet, je gaf aan, jullie hebben een 15e land toegevoegd aan jullie exportrepertoire, om het zo te noemen. En ik wist dat heel degelijk dat je wel heel trots was, want het was het eerste land in Centraal-Amerika. Dus kan je hem kort daarover vertellen? Yes, we hebben in, als ik het goed kan heugen, augustus, september hebben we onze eerste container gestuurd naar Belize. Dat is onze eerste penetration in Central America. In het Caribisch gebied zitten we al in het overgrootste deel van de landen. En dan zijn we in het Zuid-Amerika, zitten we in Guyana en Frans-Guyana. En we exporteren wel wat naar Nederland. Maar onze concentratie is echt aan deze kant van de wereld. Dus op het verschiet voor ons is de Frans sprekende landen en eilanden die in de buurt zijn. En daar zijn we al mee bezig met Frans-Guyana. En daar zullen we van daaruit verder uitbreiden naar Guadeloupe, Martinique en de andere Frans sprekende landen, eilanden in de buurt. En Central America. En ik mag met trots zeggen dat het team, vooral het exportteam, een bijzonder job heeft gedaan om dat land binnen te krijgen. En de eerste container was in 2 weken uitverkocht.
Dus heel gauw daarna een spoedorder besteld om het weer aan te vullen. En daarna nog een order erachteraan. Dus hij gaat goed en het doet ook goed. Ik denk dat we zo trots mogen zijn als Surinamers dat onze producten gewoon het geweldig doen buiten Suriname. En dat we het absoluut niet onderdoen aan wereldmerken. It's pretty awesome en daar mogen we trots op zijn. We zijn in Jodensavanna in het district Para. Jodensavanna is de eerste plek waar Joden in Suriname voet aan land hebben gezet. Dat gebeurde ergens in de 17e eeuw. Deze plek is nu een toeristische attractie. En vandaag zijn we hier om een verslag voor u te maken van de oplevering voor het renoveren van het oord, zodat het wederom toegankelijk is voor toeristen. Goedendag en welkom bij dit gedeelte van In Gesprek Met. Hier op Jodensavanna is er in de afgelopen periode zijn er verschillende opgravingen geweest. En aangezien we nu op dit moment hier zijn, lijkt het me goed om gelijk te praten met de secretaris van de stichting Jodensavanna. En dat is de heer Stefan Fouquet, om te vragen hoe staat het met de opgravingen die hier zijn gepleegd. Ja, dus het gaat om de opgraving van Huis de Mesa. En de opgraving ligt al een poosje stil, omdat de archeologen bezig zijn met het samenstellen van hun eindrapport. Dat ze nu een concept hebben aangeboden. En dat wordt nu van commentaar voorzien. En we hopen binnenkort tot een finale versie te komen, waarbij de bevindingen gepresenteerd zullen worden. De bedoeling van de opgraving was om een aantal doelstellingen. Eén, om na te gaan als het inderdaad gaat om een huis dat in bezit of bewoond werd door de Mesa. En twee, als het huis inderdaad is afgebrand. In 1832 was er een brand hier op Jodensavanna. En drie, om eigenlijk een attractie toe te voegen voor bezoekers. Om de fundering van het huis bloot te leggen en zodat bezoekers dat ook kunnen aanschouwen. En tijdens de opgravingen zijn de archeologen gestuurd op aardewerkscherven met initialen eronder, SHDM. Soms waren ze volledig, een andere keer had je alleen delen van de afkorting, van de initialen. Maar ze zijn erachter gekomen dat het gaat om Samuel Hanania de Mesa, die kapitein van de burgermilitie was op Jodensavanna. Er zijn ook musketkogels gevonden. Ook herenknopen van uniformen en ook resten verbrand hout. Dus het is een bevestiging dat het huis verbrand is in 1832 en dat het inderdaad bewoond werd door de Mesa. En er zijn ook kralen gevonden, een paar unieke kralen, die verband houden met de Afrikaanse slavenhandel, zogenaamde skunk beads. Nu weten we ook dat Jodensavanna in het proces zit voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Hoe belangrijk is dit in dat kader? Dit is in die zin belangrijk omdat het een stukje waarde toevoegt. Informatie heeft toegevoegd aan het nominatiedossier. Omdat we nog te weinig weten over de nederzetting Jodensavanna. En de bedoeling is om verder te gaan de komende jaren, je ligt nog voor 50 jaar aan archeologisch werk, om verschillende funderingen op te graven. Dat is de eerste opgraving geweest, zodat we hiermee klaar zijn, gaan we naar de volgende fundering. We zitten hier op het Village Plaza, Dorpsplein, waar er woningen zijn geweest rondom de synagoge. En daar, rondom de synagoge zijn er wat bakstenen funderingen, waaronder het huis de Mesa. En, rondom de synagoge woonden de meest invloedrijke Joden. En Huis de Mesa was daar een van. Dan gelijk de vraag, hoe staat het met de nominatie? We moeten nog één horde nemen. We hebben een paar maanden terug de ICOMOS evaluatiemissie gehad. Waarbij een expert uit Venezuela, mevrouw Eugenia Maria Bacci, langs is geweest om te kijken, om na te gaan wat in het nominatiedossier is geschreven, hoe het werkelijk klopt, als het waar is. En ze heeft zich kunnen oriënteren, ze heeft er verslag gedaan aan de opdrachtgever, ICOMOS.
ICMOS is een van de adviesorganen van het Wereld Erfgoedcentrum, die culturele nominaties beoordeelt. En uit die evaluaties zijn een aantal vragen tevoorschijn gekomen. En die zijn ons opgestuurd en die hebben we beantwoord. Vervolgens hebben we een online meeting gehad met de ICMOS World Heritage Panel. Daar waren er meer dan 10 experts bij elkaar. En daar zijn er opnieuw een aantal vragen gesteld. En die moesten we beantwoorden. En diezelfde vragen worden dus formeel opgestuurd. En dat gebeurt waarschijnlijk voor het einde van dit jaar. En dan hebben we de gelegenheid tot, ik dacht, 16 of 18 februari om daar antwoord op te geven. En vervolgens in maart zal het ICMOS hun finale rapport met een conceptbesluit voor het Werelderfgoedcomité voorbereiden. En dan is het afwachten tot juli volgend jaar. Maar voor juli kregen eigenlijk alle lidlanden die partij zijn bij de Werelderfgoedconventie, kregen documentatie opgestuurd van de verschillende nominaties. Voor komend jaar zijn er 20 nominaties, waarvan Jury Savannah een van de 20 is. En dan die documentatie wordt meestal een maand van tevoren opgestuurd. En dan weten we in feite, in juni weten we al wat het besluit is. Wat we de informatie ook opgestuurd krijgen. Maar er zijn geen vragen gesteld over de outstanding universal value wat dat betreft. Zitten we goed, want er is geen tweede Jode Savanna in de hele wereld. Dus het gevoel is goed dat we op die lijst komen? Ik heb er alle vertrouwen in. Marvin Samat, u bent de aannemer van de restauratie, de eerste fase van de restauratie. Kunt u vertellen wat u allemaal heeft gedaan hier op Joden Savanna? Allereerst heeft het werk ingehouden. Het maken van een nieuwe looppad bij de medicinale waterbron. Bestaande sanitaire ruimtes renoveren. Dat behelst natuurlijk opnieuw het schilderen van bestaande gebouw. Waterleidinginstallatie vernieuwen. Een nieuwe dakconstructie plaatsen. En nieuwe sanitaire accessoires installeren. Verder heeft de renovatie hier op Joden Savanna ingehouden. Totale renovatie van bestaande synagogen. Dat hield in het schoonwassen van bestaande bakstenen onderdelen. Het maken van een nieuwe vlondervloer. Kapotte bakstenen kolommen herstellen. En wat kleine technische timmerwerken. En het laatste, of nog twee laatste onderdelen behelst het renoveren van de bestaande bezoekerskam en het renoveren van de bestaande steger. Heeft u bij de renovatiewerkzaamheden ook rekening moeten houden met het feit dat het hier gaat om erfgoed? Oh ja, ja, dat zeker. In de zin van, als ik bijvoorbeeld denk aan technische details bij het renoveren van de bestaande synagoge, waarbij we beschadigde bakstenen onderdelen opnieuw moesten metselen conform dan de authentieke metselen technieken. Dat is een voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld is bij het toepassen van bijvoorbeeld houtmaterialen zijn er ook daar wat ouderwetse detailverbindingen tegengekomen die weer op zijn oude vorm gemaakt moesten worden. Hoe moeilijk was dat? Moeilijk, niet zo moeilijk, maar wel uitdagend, meer uitdagend. Omdat het in deze moderne tijd het altijd veel leuker is en uitdagend om oude verbindingstechnieken opnieuw te mogen doen. Is dat de eerste keer dat u dat heeft moeten doen of is dat normaal wel al in uw werk? Nee, het is niet de eerste keer dat ik het heb moeten doen. Het is normaal in mijn reguliere uitvoeringswerken die ik doe in Suriname. En uw mannen zijn daarop getraind natuurlijk? Ja, dat wel. Ik heb een speciale timmer- en metselploeg. Jongens die daarvoor voor deze soort werkjes ondertussen zijn ingesteld. Oké, vandaag is ook de eerste fase. Wat moet u hier nog allemaal doen? Dus vandaag hebben we inderdaad de eerste technische oplevering gedaan. Na deze fase volgt er een naloop van een door de architect nog af te ronden puntenlijst. En als die technische puntenlijst is afgerond, vindt er dan een finale oplevering plaats.
Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Mevrouw Radna Patandien, kunt u ons vertellen over de Rosebel Community Fund? Goedemiddag. De Rosebel Community Fund is opgericht door Rosebel in december 2019. We hebben onlangs onze eerste Christmas Charity gehad. Naar de verschillende tehuizen met een beperking. Maar onze focus is meer gelegd op onderwijs. Duurzame ontwikkelingen van gemeenschappen, vooral in en rondom de operaties van Rosebel, Brokopondo, Sipaliwini, maar ook voor geheel Suriname. Educatie zei ik al, sport, cultuur en milieu. De Rosebel Community Fund staat open voor aanvragen. De informatie die wij kunnen verschaffen met betrekking tot de manier van aanvragen is te vinden op onze Rosebel Goldmines website. Onder onze tab Community Fund. Oké, maar nu zijn we vandaag hier bij Joden Savanna en jullie hebben een deel van de renovatie betaald. Welk deel is dat precies? Om exact te zijn is dat de schutting die historisch daar zou moeten zijn, hebben we mogen helpen ondersteunen en de aanmeersteger. Blijkt dus dat de aanmeersteger de initiële ingang is van om Joden Savanna binnen te komen. En dat staat er nu mooi daar. Gaan jullie Joden Savanna nog verder ondersteunen? De aanvragen, de procedure is bekend bij de organisatie. De aanvragen mogen binnenkomen en dan van daaruit gaat het dan weer richting het bestuur. We praten natuurlijk ook met de voorzitter van de stichting Joden Savanna omtrent datgene wat vandaag hier allemaal gebeurt. En dat is dus de heer Harold Selbing. Meneer Selbing, vandaag zijn we hier, want er gebeurt wel het een en ander op Joden Savanna. Ja, we hebben de afgelopen jaren gebeurt er steeds wel wat. Maar vandaag zijn we heel erg blij dat we de eerste oplevering konden hebben van een project dat zich richt op reconditionering van vooral toeristische faciliteiten, maar ook van enkele standaard items van Joden Savanna zelf. We hebben een project de afgelopen maanden uitgevoerd dat tezamen zo'n $75.000 was begroot en hier hebben verschillende fondsen, hè. U heeft gezien Rosebel, I Am Gold Community Fund, Newmont, NV Newmont, we hebben ook IDB en Staatsolie natuurlijk, die hebben allemaal bijgedragen om te helpen om deze prachtige site om dat voor bezoekers aantrekkelijker te maken. En wat was de status? Nou, eigenlijk we hadden heel veel al, maar heel veel was verwaarloosd. En wanneer je niet in staat bent om continu te onderhouden, want dat is het probleem. Je stelt uit en je weet dat je bepaalde dingen moet blijven onderhouden. Maar ook door COVID zijn sommige zaken zo lang uitgesteld geweest dat ze niet meer aan te zien waren. Dus vandaar dat we zijn heel erg blij, heel erg gelukkig en dankbaar dat we dit vandaag hebben kunnen doen. U heeft de aannemer gesproken. We zijn op zo'n 80% denk ik van de uitvoering. Er zijn nog kleine dingen die we moeten doen. Maar daarnaast, dat is dit project, daarnaast zijn er toch natuurlijk nieuwe projecten, want we blijven bezig, die we moeten uitvoeren. En daarvoor gaan we ook natuurlijk middelen zoeken. We hebben reeds een aantal geëarmarkt. Een van de dingen is water. We willen waterleiding voorin hebben. We willen ook licht voorin hebben.
zodat bezoekers iets langer kunnen blijven in Joden-Savanne. We willen meerdere faciliteiten, meerdere banken en dat soort dingen, zodat mensen kunnen relaxen, kunnen verpozen, kunnen recreëren in dit gebied. Jullie hebben natuurlijk ook erg veel last gehad van de COVID-pandemie. Hoe is het met het bezoekersgedrag tegenwoordig? Nou, meestal, ik moet eerlijk zeggen, bezoekers die hier naartoe komen, omdat ze ook kort hier blijft, het is ook een historische, historische plek, een erfgoedplek, dus ze blijven meestal niet lang. En dat is ook niet erg. Wij trekken uit voor bezoekers zo'n 2 uur. Daarom proberen we de omliggende dorpen aan te moedigen om zelf een aantal dingen te doen. Restaurantjes op te zetten, recreatieve attracties te ontwikkelen. Zodat de mensen als ze hier naartoe komen, ze ook elders kunnen gaan. Mensen kunnen dit combineren met Redi Doti, met Pierre Condre, met Cassipora, met Blagawadra. Combineren met Powaka, combineren met Ayo, combineren met Carolina. Dat is dat ding. Dus dat proberen we ook onder de aandacht te brengen. Het is voor Oost-Para. Voor Oost-Para is dit een heel belangrijke attractie die de ontwikkeling verder gaat stimuleren van de omgeving. Hoe staat het met de begraafplaats hier verderop? Je bedoelt de Cassipora begraafplaats. Nou, de Cassipora begraafplaats, zoals je het weet, is de oudere begraafplaats. De Cassipora begraafplaats, daar zijn mensen, liggen mensen begraven. Het oudste graf dat wij hebben aangetroffen, het oudste grafsteen, is van 1661. En dat onderhouden wij ook. Alleen hebben we niet gekozen om de Cassipora begraafplaats op dit moment te maken tot een hoofdattractie. Het is voornamelijk als er mensen heel specifiek daarom vragen. En bijvoorbeeld sommige mensen willen nagaan als hun familieleden, als hun voorouders die daar begraven liggen, willen ze de graven zien. Of ook van ook wetenschappers, archeologen en anderen, die brengen we op speciaal verzoek brengen we daar naartoe. Maar het ligt niet in de bedoeling om dat op korte termijn toeristisch te ontwikkelen zoals we dat hier hebben gedaan. Oké, en nu is de steiger bij de ingang, want dat is de ingang van Joden-Savanne, is gerenoveerd. Wil dat zeggen dat mensen weer daar mogen aanmeren? Oh ja, mensen meren nog steeds aan. Alleen je moet het onderhouden. Hè? En ik ben nu 24 jaar verbonden aan Stichting Joden-Savanne. En dit is de tweede keer dat die steiger een grote beurt krijgt en gereconditioneerd wordt. Planken rotten en je moet dat op tijd doen, je moet op tijd schilderen, dat soort dingen. En natuurlijk wanneer je site voldoende inkomsten heeft, dan kun je die besparingen doen en dan kun je daarvoor zorgen dat je het met regelmaat onderhoudt. Dat hebben we helaas niet kunnen doen, dus het is eigenlijk achterstallig onderhoud dat zo ver heeft gebracht. Maar als je kijkt naar Joden-Savanne, dan zul je ook zien dat er veranderingen zijn. Hè? Wij proberen het echt intact te houden. We proberen het onder de aandacht te brengen van de jeugd en van organisaties. Vooral toerismeorganisaties. En we zijn erg blij dat de omliggende dorpen, vooral Redi Doti, maar ook mensen van Pierre Condre, dat ze dat begrijpen en daarop inspelen. He, laatst hebben we hier een diner gehad in een lokaal restaurant en we hebben ananassap van Pierre Condre hebben we hier gebruikt. Snap je? Cassavebrood is niet hier gebakken, komt van Powaka. Dus zo zal het allemaal in elkaar zitten en zullen de handen bij elkaar gebracht worden en zal deze site betekenis hebben voor de omgeving. Dan, we zijn aan het einde van 2022. Wat is uw hoop voor Joden-Savanne in het komend jaar, in de komende 5 jaar?
Ja, je weet het. We hebben zoveel hebben we geïnvesteerd in, het, in de werelderfgoedstatus. Ik zei het al in een andere interview. We gaan, Jode Savanne is in 1998 geplaatst op de tentatieve lijst. En sinds 1998 zijn we dus bezig om te voldoen aan alle criteria. Eindelijk zijn we dit jaar, hebben we ingediend, in januari van dit jaar. En mijn grootste hoop, en samen met heel wat andere mensen, is dat in de vergadering van het Werelderfgoedcomité, van dat aanstaande juli, die vergadering die aanstaande juli wordt gehouden, dat Jode Savanne geplaatst wordt op die werelderfgoedlijst. Dat betekent niet dat we klaar zijn, maar misschien gaat het juist beginnen. Ja. Want wanneer je een werelderfgoedstatus hebt, betekent dat een extra dimensie, ik zal niet zeggen een last voor je op je schouders, maar het betekent ook dat de overheid, dat de regering gebruik moet maken van dit mooie imago, want het is een imagoverbetering voor Suriname wanneer dit gebeurt. En dat wij gezamenlijk moeten trachten en alles eraan moeten doen om Jode Savanne goed te beheren, goed te managen, zodat het voor de hele wereldbevolking een site is die, die aanzien heeft. Dat is mijn grootste hoop en ik verwacht ook dat dat zal gebeuren over pakweg 7 maanden. Dank u wel, meneer Selby. Graag gedaan. En vanuit deze plek op Joden in Savanne. We staan bij de medicinale bron. De ene die stroomt vanaf de 16e of 17e eeuw. Daar staan wij en vanaf deze bron wensen wij u, of willen wij u eerst bedanken dat u het gehele jaar door heeft willen kijken naar In Gesprek Met. Dankjewel namens alle collega's, de journalisten, de cameramannen die ervoor hebben gezorgd dat u elke week weer een aflevering van In Gesprek Met had. En net zoals dit mooie waterstroom, zo wensen wij u voor 2023 een mooi nieuw jaar. Tot volgend jaar met In Gesprek Met.